Maar gedraagt hij zich nou elitair? Is dit zo'n hoge opgeleide die een beetje neerkijkt op de bevolking? Nee, dat is niet. Zeker niet. Nee, dat is eerder Ben. Maar dat geeft Ben niet toe. We hebben het even over gehad voor de uitzending. Maar hij wilde niet toegeven. Maar Johan, ik denk... Nou, ik was vanochtend echt in mijn hum. Ik zat die kranten door te nemen. En het was een verhaal van Wiert. En nou, dat lees ik altijd heel nauwkeurig. Ja. Had je een kolompje vandaag? Ja, een interview met een verhaal. Een hele pagina, ja. Maar kijk, ik kende die man niet. Martin Sommer. Dat is dan een voormalige columnist van de Volkskrant. Maar die legde precies uit hoe Nederland in elkaar zit. En eigenlijk vertelde hij precies waarom wij met ons programma succesvol zijn. Zonder dat hij dat zei. Kijk, maar dat las jij erin. Oh. Dat maakte ik erop uit, ja. Want de beter opgeleiden, die hebben de arrogantie... dat zij het beter weten dan wie dan ook. En dat zij het ook bepalen. En hij zei ook, de politiek... die heeft helemaal niet door die linkse hap... dat rechts ontevreden is. En dat de grootte van rechts... dat heeft te maken met het falende beleid van links. Mm. Hij zei nog dat D66 de rol van de kerk overgenomen heeft. Die bepalen alles wat je mag eten, wat je mag drinken. Wat je mag zeggen... Ja, dat is een deugen heel erg. Ja, en, pas op, Ben, zeker. En het was echt een uitstekend verhaal van die man. De nieuwe standenstaat, zo heet het boek. Ja, de nieuwe standenstaat. Ja, ik ga het meteen halen morgen. Ja. En wat hij zegt is eigenlijk een soort nieuw soort aristocratie. Hè, die denkt dat het van natuur, dat hen van nature de macht toekomt. En ja, zij op basis van het feit dat ze hoger opgeleid zijn... en weten op basis van wetenschappelijk onderzoek wat de juiste onderzoek precies, krijgt. Precies, ze zeggen zich te baseren op wetenschap. De arrogantie van wij hebben de juiste cijfers. Ja, we hebben de juiste cijfers, wij weten hoe de wereld in elkaar steekt... dus wij weten het gewoon beter, dus wij vertellen jullie, het plebs, zeg maar... ja, wat je moet doen, eigenlijk. En als dan uit het volk, hè, dan, als daar een soort opstandigheid ontstaat... ja, dan zijn ze natuurlijk enorm verrast, want ze denken... ja, maar hallo, wij zijn hoog opgeleid... en we willen ook wel dat jullie hoog opgeleid worden... want we zijn voor verheffing en zo. Dus je moet je niet tegen ons keren, maar ja... Dat volk is natuurlijk... Maar Ben is dus zo iemand, zeg jij. Ja, nee, nou, dat was eigenlijk een grapje om dit thema erover. Een beetje aan de orde te stellen. Ik zeg tegen Weert, als je hoogleraar internationale betrekkingen bent... wie heeft er meer verstand van internationale betrekkingen? Die hoogleraar of Weert Duk? Ik denk die hoogleraar. Als je hoogleraar natuurkunde bent... wie heeft meer verstand van natuurkunde? Die hoogleraar of Weert Duk? En Weert Duk wil dan beweren dat hij daar meer verstand van heeft. Ben, wat je nu zegt... Dat is wetenschappelijk gezien waar, geen spel tussen te krijgen. Ja, ja, ja. Maar al die mensen in die hogere regionen... die hebben zelf niet door dat ze er verantwoordelijk voor zijn... dat in alle Europese landen de geweldige zwaai naar rechts gemaakt wordt... dat heel Nederland ontevreden is, boos is. Dat hebben zij op hun geweten, maar zij blijven maar drammen met hun linkse hobby's. Omdat het komt met een bepaalde moraal, Ben. Niet vanuit de praktijk. Ja, maar goed. Ik wil trouwens de mensen thuis even waarschuwen... dat ze de televisie ietsje meer naar links moeten zetten. Want ik heb het idee dat die zo meteen zo eraf flikkert aan de rechterkant. Ja, nee, nou, het wordt een vrij rechtse uitzending, heb ik het gevoel. Laat dat nou ook een van de onderdelen zijn... waarom de mensen graag naar ons kijken. Ja, nee, ik sluit dat niet uit, maar ik kan die mensen beter even waarschuwen. Het is allemaal hetzelfde, hoor, bij de NPO. Ja. Maar ben nog één ding erover. Ja. Nee, kijk, als ik erop te rijden, doet die NPO jou. Dan denk ik ook aan mensen die gewoon arts zijn en mensen helpen in het ziekenhuis en die, en die lesgeven. En die gaan toch niet bepalen. Die doen hun best om de samenleving wat beter te maken. Die kan je wel allemaal over één kam scheren. Nee, maar het gaat eigenlijk over de politici, de beleidsbepalers, hoe die zich opstellen. Dat die precies met een verregaande arrogantie. Dat is ook interessant, Johan. Want moeten ze alleen maar doen wat de mensen willen horen? Of moet je soms beslissingen nemen die de mensen niet zo fijn vinden... maar uiteindelijk voor een samenleving beter zijn? Nou. Want als je zegt van, we willen allemaal minder belasting betalen... zegt iedereen, ja, dat willen we. Ik stem op jou. Dat is bijvoorbeeld met Trump zo. Maar uiteindelijk snappen we, als je alleen maar geen belasting meer betaalt... dat het misgaat. Dus je moet niet alleen maar luisteren. Soms moet je beslissingen nemen die niet zo populair zijn... maar die toch noodzakelijk zijn. Dit is het linkse verhaal. Nee, dat is het totaal niks met links te maken. Dat is het verhaal van welk merk koffie drinken we bij de vergadering. Alles moet groen zijn. Ja. Niet harder rijden, want pas op de stikstof. Woningen kunnen niet gebouwd worden. Dit is het verhaal. Maar heel Nederland is boos. En zo boos dat ze op wilde stemmen. Maak je nou niet zo boos, joh. Niet rustig aan. Nee, ik krijg dadelijk een hart. Een huilbui als omzicht. Niet zo boos. Nee, maar volgens mij is de essentie toch gewoon... dat voor heel veel politici
het moeilijk is om te achterhalen wat er nou precies leeft onder de bevolking. Dat is gewoon maar, het probleem waar het hier een beetje over gaat. Daar ben ik het mee eens. Nou, en het belangrijke vooral is, wat sommigen zeggen, is dat de politiek is afgeschaft. Hè. De partijen als D66 die denken, ja, wat wij willen is gewoon, dat klopt gewoon, dat is juist. Daar gaan we niet meer over spreken. Hè. Dat klimaat met 0,00036 temperatuurpunten moet worden verlaagd. Dat staat gewoon vast, daar moeten miljarden voor komen. Terwijl, je kunt de politiek niet uitschakelen. Want politiek en democratie is ook voor de lagere klasse, zeg maar. Hè, als je het zo kunt spreken. Die stem moet ook gehoord worden. Alleen als jij zegt, ja, maar je stem is moreel fout, want dat zeggen ze. Moreel sta je aan de foute kant. Dat is toch ook tegenwoordig stop voor. Je bent fout. Je bent heel snel nazi, extreem rechts, al die shit. Ja, weet je, generaliseert. Nee, maar wacht even. Hè, en daar staan niet alleen die linkse partijen staan daarvoor, maar ook heel veel van de media. En dat heeft uiteindelijk geleid natuurlijk tot de opkomst van Fortuyn eerst, volgens Wilders, Trump en zo. Dat zit er allemaal achter, omdat die mensen, het volk, hè, een deel van het volk, die zegt, ja, maar wie ben jij om mij zo bestraffend toe te spreken? Het gevaar is volgens mij wat je schetst en wat ook in het verhandel voorkomt, is dat de woede dusdanig groot begint te worden, precies, dat het gevaarlijk wordt. Als je nu kijkt naar Amerika, hoe ongelooflijk veel spanning erop staat, ja, wat er ook gaat gebeuren volgende week. Ja. Maar dat gaat mis, dat kun je nu al uittekenen. Nou ja, dat, en dat gaan we hier ook krijgen. Maar het is ik had een interview met Raymond Mens en Sjaal Groenhuis, een dubbele interview voor de zaterdag bij ons in de krant. En die zeggen beide, als die uitslag van de presidentsverkiezingen volgende week heel marginaal is, zeg maar, die uitslag. Ze hebben tientallen advocaten bij de klaar. Dan kan het tot politiek geweld komen. Ja. Hè? En dat wij nu al zo praten over verkiezingen in de westerse democratie, ja, dat is natuurlijk heel zorgelijk. Want dat was 20 jaar geleden gewoon niet zo, weet je. En ja, we zijn wel die kant, door de polarisatie of polarisering, zijn we wel die kant op gegaan.